Ja, inmiddels is de rust bij Mazda een beetje weergekeerd. Het is 2016 en in 2015 hadden ze natuurlijk een waar modellenoffensief. Nou, een van die nieuwkomers is de CX-3 en wij waren wel benieuwd hoe die het zou gaan doen in onze buurtestgarage. Zeker omdat we zulke prettige ervaringen hadden met de Mazda 3. Die hebben we ook als duurtester gehad. Nou, deze hebben we nu een half jaar gereden, 16.000 kilometer. En net als die Mazda 3 had hij de 120 pk sterke 2 liter Sky Active G motor. We vonden het al een heel fijn, gretig blok, maar in deze Mazda...